Hallo, hallo, welkom bij Meester Crypto, 7 september 2021. Ja, dat is wel even geleden hè, dat wij elkaar zagen. Of misschien moet ik zeggen dat jullie mij zagen natuurlijk. Hè. Als je mij had willen zien, had je naar Ameland moeten komen, want nou, daar was ik vorige week te vinden met mijn gezin. Maar inmiddels heeft het gewone leven ons weer ingehaald en komt er een tsunami van werk over me heen, want ik, nou, dat weet niet iedereen misschien, maar ik zit in de laatste anderhalve maand van mijn reguliere baan. En ja, daar komen nogal wat overdrachten bij om de hoek kijken, kan ik je zeggen. Dus ik heb het druk. Maar je ziet, ik probeer toch tijd te maken om een video te maken. En deze stond al op de plank. Dat weet je van de vorige video wellicht, hè, toen ik het over de Terra blockchain had. Terra, het kleinere DeFi-broertje van de grote Ethereum-blockchain. Verder hebben ze niet veel met elkaar van doen. Hè. Al zijn er wel bepaalde lijntjes inmiddels gelopen tussen Ethereum en Terra. Waarover later meer. De Terra-blockchain, zoals ik in de vorige video zei, heeft al een behoorlijke voet aan de grond gekregen in het Aziatische werelddeel. En is in die context ook veel gebruikt dus. En ook interessant om... Nou, als jij goed je geld wilt laten renderen. En een van die pijlers van die Terra blockchain, dat is zo'n Savings as a Service, een spaarprotocol, zoals je Anchor zou mogen noemen. Better Savings staat hier. Better Anchor offers better yield, biedt een betere interest, rente, zo je wilt, op een bank. Nou, 0,5% moet je tegenwoordig blij mee zijn, hè? Maar waarom zet je je geld dan niet om naar... Als je dan regeringsgeld nog zo wil aanhouden. En naar UST. En je zet op Anchor. En wat krijg je dan? Nou, 19,5% gegarandeerd. En als je het dan laat verzekeren. Nog meer veiligheid te hebben. Dat er geen foutje in de code en dergelijke zitten. Nou, dan blijft er nog altijd zo'n 16% over. En nou, zie dat maar eens op een reguliere bank te krijgen. Hè? Hoe Anchor dergelijke hoge rentepercentages kan bieden. Nou, daar kijken we zo meteen naar. En ook kijken we nog naar een aantal andere mogelijkheden om je geld wellicht nog meer te laten renderen op dat Anchor-protocol. En voor mij is Anchor een onderdeel van, ja, ik vind een exit-strategie te rigoureus klinken. En maar wanneer de bullmarkt zich gaat bewegen naar bearmarkt, nou, dan ga ik natuurlijk voor een deel mijn schaapjes op het droge brengen. Ik houd ook een behoorlijk deel Bitcoin aan. Maar veel altcoins die zal ik om gaan zetten naar onder andere UST. En waarom? Omdat ik het hier zo goed kan laten renderen. Anchor biedt ook heel eenvoudige integraties aan applicaties in de buiten blockchain wereld. Dus je kunt heel makkelijk bepaalde financiële producten, programma's of mobiele applicaties aan laten sluiten op Anchor, combineren met. En nou, dan heb je frictionless access. Nou, dat is natuurlijk inherent aan blockchain technologie, onze decentrale nieuwe wereld. Hè. Iedereen kan meedoen, niemand houdt je tegen. Er is geen minimum om te moeten storten. Je account kan nooit bevroren worden. Je hebt geen sign-up requirements, geen know your customer en dergelijke. Hè. Iedereen kan meedoen. Nou, en hoe werkt het nu in grote lijnen? Je hebt hier de depositor. Nou, dat ben jij misschien, dat ben ik. Mensen die geld over hebben, je wil er meer van maken, dat wil iedereen natuurlijk. En iemand stort zijn, of een deel van zijn spaargeld, op dat Anchor protocol. En verdient daarmee dus 20% jaarlijkse interest. Nou, ik meen 19,5 gezien te hebben, maar dan laat het zich daar ergens tussen bewegen. Hè, maar het zal nooit minder zijn in ieder geval. Aan de andere kant heb je Bob. En Bob die wil geld lenen. Die heeft crypto, bijvoorbeeld 10 Ethereum. Wil die Ethereum niet kwijt, maar tegelijkertijd wat van die nieuwe aantrekkelijke muntjes kopen. Nou, dan kan Bob zijn Ethereum, maar misschien is logischer in dit geval om dat met Luna of met UST te doen. Die kan dat onderbrengen op Anchor. Als onderpand voor zijn lening. Alle leningen, dat zie je ook bij AV, het AV-protocol op Ethereum, moet je veel meer in onderpand geven dan je eruit kunt halen aan lening. En bij AV hebben ze al iets gevonden om dat te veranderen. Maar dat heb ik in mijn eerdere AV-video uiteengezet. In ieder geval zo bij de Luna, bij de Terra blockchain, is het zo dat je 2,5 keer zoveel moet inbrengen dan je eruit haalt. Minimaal 2,5 keer zoveel.
En logischer is misschien om het 3 of 3,5 keer zoveel te doen. En waarom? Nou, daar komen we dadelijk nog over te spreken. Als we dat wat meer uitwerken, dan laat zich dat op deze manier zien. En ik laat het even zien om een beetje inzichtelijk te maken van hoe kan Anchor nu dergelijke hoge, stabiele rentepercentages garanderen. He, want als jij $1000 inbrengt, dan ontvang je jaarlijks 20% van $1000 is $200. Nou, dat, om die $1000 te kunnen lenen, gaat Bob 3 keer zoveel inbrengen. He, ik zei 2,5, maar je pakt het beter wat ruimer. Nou, 3000 brengt hij in. Dat wordt gesteekt, dat doet het Anchor protocol, gaat het automatisch steken tegen 10% rente en dat levert jaarlijks $300 op. Zie je hier de $300. Die $300 plus wat hier nog verkregen is aan de rente over de lening, nou dat is tezamen meer dan voldoende om in dit geval die $200 te kunnen betalen van degene die hier UST instort. En deze UST uit deze voorraad, daarvan wordt de lening aan Bob bekostigd. Het geld wat Bob inbrengt als onderpand, dat wordt dus gebruikt om te steken en staat vast in een smart contract op de Terra blockchain. Nou, wat overblijft, want niet alles is nodig om in dit geval de heetse Daisy te kunnen betalen. Wat overblijft gaat naar de Anchor's Yield Reserve. Dat niet alleen, er blijft ook nog wat extra over, een bepaald verdienmodel voor het Anchor protocol. Maar gezegd, het leeuwendeel gaat naar die Yield Reserve. En die Yield Reserve die heb ik hier nog ergens staan. Volgens mij is dat deze. Nou, hier kun je zien, er zijn tijden waarbij er minder geleend wordt dan er binnengebracht wordt door de uitleners. En die uitleners die moeten wel een bepaald, die moeten die 19,5-20% gegarandeerd krijgen. Nou, dan zie je de yield reserve, de schatkist van Anchor, die zie je dan wat teruglopen. Maar je ziet, inmiddels pakt het weer op en neemt die yield reserve toe. Maar het is dus zeg maar een buffer voor die momenten dat de balans tussen de leners en de uitleners ja, wat uit het lood geslagen is. Dus je zou kunnen zeggen dat het Anchor protocol optimaal profiteert van die overcollateralization. Het veel meer in onderpand moeten brengen dan je eruit leent. Door dat goed te laten renderen om op die manier de uitleners te kunnen bekostigen. En goed hierbij om ook te noemen is dat de mogelijkheden voor een lener uitgebreid zijn. Voorheen kon je Luna of UST inbrengen als onderpand. En tegenwoordig kun je dat ook doen met even de website erbij pakken. Lido en Anchor die hebben een samenwerking aangegaan, waardoor je je Ethereum bij Lido kunt laten steken. Dan is het staked Ethereum, dan heet het STETH als ik het goed zeg. Staked ETH. En die staked ETH die kun je weer omzetten naar bonded ETH. Ja, je moet er even wat voor doen. En hoe dat allemaal moet, dat kun je hier lezen. Link staat natuurlijk onder de video. En vervolgens die bonded ETH, je Ethereum, die kun je inzetten als onderpand op die Anchor blockchain. Ook kun je, dan zit ik even verkeerd te klikken, ook kun je middels Orion Money, kun jij alle stablecoins die op de Ethereum blockchain zitten, dus dan hebben we het over USDC, dan hebben we het over DAI, USDT, nou, zo zijn er nog een aantal meer, die kun je ook onderbrengen als onderpand op het Anchor protocol. En wat feitelijk op de achtergrond gebeurt, is dat die stablecoins verkocht worden voor de UST stablecoin. Maar daar merk je niks van. Op het moment dat jij het terug gaat halen, dan krijg je de stablecoin terug natuurlijk die je daar hebt ingebracht. En dat doet dat Orion.money. Link staat ook eronder de video. Nou, dan is het nog goed om te kijken naar even naar het ANC token. En dat ANC token, dat schaalt lineair met Anchor's Asset Under Management. Het houdt in, hoe meer waarde er opgeslagen ligt in het Anchor protocol, hoe meer lineair gezien ook de prijs van ANC zal stijgen in de richting, in de goede richting, hè? dat niet alleen, het is het native token van het Anchor protocol, het is een beheertoken. Mits je het gebruikt als een beheertoken, heb je beheersrechten en kun je meepraten over de toekomst van het Anchor protocol. En ja, je wilt een protocol goed in de markt zetten, aantrekkelijk maken. Je wilt
de uitleners trekken, maar je wilt voor de liquiditeit, maar je wilt ook de leners trekken. En die leners die krijgen een extra stimulans om te lenen. Want als je geld leent op dat enkelprotocol, ook dan krijg jij ANC tokens gedistribueerd. En naar rato dat jij geld leent van het protocol. En er zijn 1 miljard ANC tokens totaal verkrijgbaar. 40% is daarvan gereserveerd om te verspreiden onder de daadwerkelijke gebruikers, de UST leners, voor de komende 4 jaren. Nou, en het is zelfs momenteel zo dat als jij geld leent op Anchor, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan, dan krijg jij netto gezien 12,63% opbrengst. Kijk, het borrow, de kosten om te lenen is 25,2%, hoog zou je zeggen, maar ja, je krijgt 37,83% van die dat distribueren van die ANC tokens naar je toegeworpen. En netto is dat dus een winst die je gaat maken op het geld dat je gaat lenen op Anchor. Nou, en je ziet hier ook Bonded ETH kun je hier inbrengen als onderpand en dat Bonded Luna. Dus dat is vastgezette Luna. En als je dat nu wil leveren, ja, je ziet, ik heb nu 0 Bonded Luna. En misschien heb je wel Luna gekocht, maar niet die Bonded Luna. Nou, wat je dan doet, is dat je naar Terra Station gaat. En die ken je ongetwijfeld als je je Luna naar een Terra Wallet hebt gestopt. En dan vind je hier bij Swap, kun je hier een Luna. En dat kun jij omwisselen voor Bonded Luna. Nou. En ja, op die manier vervolgens kun je natuurlijk wel deposit in dat Anchor protocol. Daar was ik gebleven, hier. Nou, de moeite waard wellicht dus. Hè? Dus hier zit je aan de leenkant en hier zit je feitelijk aan de uitleenkant. En dit is ook een hartstikke handig schuifje, want kijk, als je dit schuifje verzet, ja, dan gebeurt er helemaal niks. Dus bijzonder. En je kunt hier get insurance cover, kun je dus uitkiezen ja, feitelijk door wie jij het smart contract risico wilt laten afdekken tegen een paar procenten die je dan opgeeft van die 19,5%. Nou, en ik denk dat het goed is dat we samen nog even wat nauwkeuriger kijken hoe dat nu in zijn werk gaat wanneer jij geld gaat lenen op het Anchor protocol. En dat wil je wellicht lenen om dat hoge percentage te krijgen wat ik je net liet zien, die ANC beloningen. Tegelijkertijd het geld dat je leent, dat kun je weer gebruiken om bepaalde crypto's te kopen. Dat kan natuurlijk aan alle kanten in binnen DeFi land. Nou, ik noemde net al op het Terra Station dat je daar kunt swappen. Nou, een andere manier om dat te doen is hier in het Anchor protocol zelf door Bond te kiezen. Dat zit dan hier. Vervolgens Mint. Nou, ik wil, ik noem maar wat, 10 Luna gaan vastzetten. En dan mint ik daarmee B Luna. Nou, dat is iets minder dan ik heb ingebracht. En dat is natuurlijk de transactiekosten. Dat is in dit geval 76 dollar cent. Ik moet een validator kiezen. De validators van de Terra blockchain. Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Dus hoop van zegen. Nee, ik zal me daar niet te druk over maken. Ik kies 01 node. Klik op mint. En moet hier even bevestigen. Een en ander wat ik natuurlijk doe met mijn ledger die ik gekoppeld heb aan de Terra blockchain. Nou, dat is allemaal in een poep en een scheet gebeurd. Veel sneller dan bij Ethereum. En voilà. Ik heb mijn B Luna te pakken. Nou, en de B Luna die ik nu heb, die kan ik, dan kan ik gaan lenen. Ik doe bij B Luna, kies ik hier provide. Hoeveel wil ik erin stoppen? Nou, eventjes alles wat ik heb. En hier staat al meteen hoeveel ik maximaal aan UST kan lenen. Nou, ook dit kost me weer 76 cent en een paar seconden. En gelukt. Nou, en hieronder kun je zien dat ik 306 dollar heb ingebracht met die 9,99 B Luna. En je begrijpt wel, wanneer de Luna-prijs gaat stijgen, dan zou ook dit onderpand gaan stijgen in waarde. Andersom gebeurt het ook. En dat is iets om in de gaten te houden, omdat je een gezond loan-to-value ratio moet houden. Nou, dat wordt wat duidelijker wanneer ik ook daadwerkelijk wat ga lenen. Je ziet hier het schuifbalkje. Wanneer ik boven de 45% kom, dat is wat maximaal wordt aangeraden. Dan zeg ik, oh, er is een gereden kans dadelijk dat als die prijs van Luna wat te ver naar beneden gaat, en het kan snel gaan in crypto, dat jij hier gaat komen. En deze plek is
is waar je lening geliquideerd gaat worden, waarbij de B-Luna op de markt verkocht gaat worden totdat er weer een verantwoord onderpand is voor de lening die jij hebt afgesloten. Nou, dus ik ga dat wat conservatiever instellen. Nou, laten we zeggen, ik ga $100 om me erbij lenen. Proceed. Submit. En even bevestigen op mijn ledger. En ziet, ik heb 100 UST geleend. Borrowed value, 100 en een beetje dan. Hè. En die kan ik weer natuurlijk op allerlei plekken gaan gebruiken. Ja, en met die $100 en een beetje, die zou ik zelfs nog kunnen gaan omzetten hè, met TerraSwap naar B-Luna. En die B-Luna, die breng ik hier weer in. Ik provide, ik lever. En wat gebeurt er? Mijn loan-to-value ratio neemt daarmee nog verder af. En je zit nog safer. Het is maar wat je van plan bent en waar je goed bij voelt. En zou nu de prijs van Luna hoger en hoger worden en je hebt eigenlijk veel te veel in onderpand zitten, je wil het ergens anders voor gaan gebruiken, dan kun je het natuurlijk altijd weer voor een deel eruit halen. En ja, hoeveel dat gaat zijn, bij mij wordt aangeraden of staat maximaal 2,7 bij Luna. Dat is natuurlijk gebonden aan dat loan to value ratio, dat het niet hierboven gaat komen. Wanneer je B-Luna teruggehaald hebt, je wilt het omzetten naar Luna. Hè, dat kun je hier doen bij Burn. Nou, dan moet je er rekening mee houden dat het 21 dagen kost om dat te laten plaatsvinden. Het kan ook sneller. En dan kies je voor Instant Burn. Dan wordt B-Luna op de markt verkocht voor Luna. Wat dan het gevolg is dat je een wat ongunstigere wisselkoers hebt. Dus ja, het hangt er een beetje vanaf hoeveel haast je hebt. En bij MyPage kan ik dan nog terugzien onder borrow, wat ik in onderpand heb gegeven en wat ik daarvoor terug heb gekregen. Daar heb je feitelijk een overzicht van alle zaken die je hebt uitstaan in Anchor. Nou, er is er nog eentje meer en dat is het ANC. En met nog eentje meer bedoel ik, er is nog een manier om geld te verdienen op het Anchor protocol. En dat is wanneer je ANC tokens houdt. Die kun je namelijk steken. En op dit moment, dit is een variabele opbrengst. Wanneer de ANC-prijs stijgt, nou, dan zal dit ook veranderen, want dit is gerelateerd aan een dollarpercentage, wat de waarde vermeerdert of vermindert, hè, in UST zou je kunnen stellen. Nou, dan is er nog een manier meer om geld te verdienen op het Anchor-protocol, en dat is het steken. En dan gaan we naar Govern toe, zie je het ANC-token staan. Stel, je hebt vertrouwen in dat ANC, je verwacht dat de prijs gaat groeien de komende tijd, en je wil het eventjes wegzetten door middel van het steken. Nou, stel je hebt geen AST, dan kun je hier heel eenvoudig UST omzetten naar AST. Als je het wel hebt, dan kun je direct gaan steken. Ik heb het wel, 64 stuks. En dat komt bij mij voort uit het steken van Luna. En wanneer je dat doet, krijg je allerlei airdrops toegeworpen. Nou, ANC is een van die airdrops gebleken. Dus nou, laat ik even zeggen voor het voorbeeldje. Ik wil 10 ANC gaan steken. Dat gaat ook weer dezelfde manier, heel snel. En voilà, complete. Maar ja, misschien zeg je ja, 5,87%, dan kom ik mijn bed niet vooruit. Wat is dat daarnaast? Bijna 41%. En dit is ook wel eens 100% geweest of 150. Het is met andere woorden een variabel percentage. Wat hangt aan de liquiditeitspool van ANC UST. Iedere keer wanneer de transacties daaromtrent gedaan worden, ja, daar moet liquiditeit voor zijn en jij kunt die leveren. En dat levert je op jaarbasis dus 41% op. Je zou zeggen, nee, ik zeg, dat is een stuk lucratiever dan nog. Hè? Wat je dan moet doen, is ANC in die pool stoppen en een gelijk aantal aan waarde, een 50-50 verhouding tussen de waarde van ANC en de UST. Hè? Want dat is die pool en zo werkt het ook met Uniswap bijvoorbeeld. Hè? Ik kies voor Add Liquidity. Dit is mijn transactiekosten die ik moet betalen, 94 cent. Het zijn heel andere waarden dan op dit hier in blockchain. Hè? En ik doe weer hetzelfde riedeltje met mijn ledger. En complete. Nou, hartstikke fijn. En als je nu denkt van, dan ben ik klaar. Ik krijg die 41%. Dan heb je het mis. Je moet nog één ding doen. Wat we nu hebben gekregen, is zo'n ANC UST LP token. En dat token is jouw claim op hetgeen wat je daar in onderpand hebt gebracht aan UST en ANC. En dit token, dat moeten we nu nog gaan steken.
Nou, hoeveel? Ik ga gewoon lekker alles steken. Dat is mijn balans aan LP tokens. En ik kies op stake. Ik bevestig weer. En hoppakee, daar zijn we dan. Op dit moment krijg ik dus wel die 41%. Nou, wat je je dus moet afvragen, als jij een bepaalde waarde hebt op die Terra blockchain en je wilt dat in Anchor onderbrengen, is wil je dat op de manier gaan doen van, nou, we stoppen er geld in, we kijken er niet naar om en we hebben die 19,5% gegarandeerde rente. Ga ik voor het verkrijgen van A en C tokens, omdat ik vertrouwen heb in dit protocol dat het verder gaat doorgroeien. En wil ik tegelijkertijd ook mijn geld een beetje leveragen, hè, meer krijgen van de crypto die ik heb. En ga ik op die manier lenen, ga ik geld steken hier tegen dit APR van 5,87%. Of kies ik voor het veel hogere percentage in die liquiditeitspool. Waarbij je dus wel moet aanmerken, je loopt hier natuurlijk altijd het risico van impermanent loss. Hè. Dus stel, je hebt beide tokens geleverd. Nou, op het moment dat de ANC prijs hartstikke omhoog gaat, krijg jij juist wat minder ANC, maar meer UST. En ja, je wilt eigenlijk dan wellicht op ANC blijven zitten natuurlijk. Hè. Dus dat is dat risico dat je mee moet nemen in een dergelijke pool. Andersom, als de dollarprijs juist ontzettend omhoog schiet ten opzichte van ANC, krijg je meer ANC tokens. Nou, er zijn natuurlijk ook wat risico's bij een protocol als Anchor. En een van de belangrijkste is, het heeft de tand destijds nog niet doorstaan. En om die reden is het wellicht toch verstandig om daar zo'n verzekering op af te sluiten, zoals ik je eerder liet zien. Nou, verder natuurlijk, als je geld gaat lenen, moet je dat LTV-ratio goed in de gaten houden, zodat er niet een deel van je positie geliquideerd wordt. Nou, en voorts, de hele Terra blockchain die draait om die stablecoins, euro, yen, maar met name UST. En je ziet dat is hier qua stablecoins op de Terra blockchain ook de enige optie. En UST gaat dat door de jaren heen zich blijven ontwikkelen als zijn een stabiele, betrouwbare, veelgebruikte stablecoin. Want ja, daar hangt natuurlijk alles mee samen. En ja, vooralsnog is mijn antwoord ja, het ziet er heel hoopgevend, veelbelovend uit. En het is, zoals ik al eerder me liet ontvallen in een eerdere video, de meest decentrale stablecoin die ik kan bedenken nu. Ja, en daar moet je het even mee doen, denk ik. En ja, wat ik dus ga doen, is wanneer het moment zich aandient, is in ieder geval dit gebruiken. Om in UST, we gaan van bullmarkt naar bearmarkt, en dan zet ik een deel in UST en laat ik hier lekker renderen tegen 19,5% rente. Ja, daar worden we in ieder geval niet slechter van. En mogelijk ook ga ik dus ook een deel op andere wijze wegzetten, zoals ik net eerder liet zien. Nou, dat moet ik nog een beetje uitvogelen. In ieder geval is Anchor een ontzettend gebruiksvriendelijk all-in-één leen- en spaarplatform. En ja, daar kan Ethereum soms nog een puntje aan zuigen, zou ik willen zeggen. Heb je nog vragen? Nou, dan hoor ik ze graag. Opmerkingen, likejes, hoppakee, gooi maar de meeste crypto toe. Hè? Kom lekker in de Discord kletsen. En nou, wie weet zien we elkaar dan ook nog. Ik zeg, let goed op je portfolio. Tot de volgende keer. Doei!